Suriname en Nederland kunnen meer stappen zetten achter een intensiever drugsbestrijdingsbeleid. Dit vertelde staatssecretaris Toeslagen en Douane van Nederland, Aukje de Vries, gisteren aan journalisten. De Nederlandse functionaris is in Suriname om de samenwerking tussen Suriname en Nederland te intensiveren voor wat betreft de aanpak van drugscriminaliteit. Vooral op bezoek hier in Suriname om te praten over de ondermijnende criminaliteit en de aanpak van drugscriminaliteit. En daar heb ik ook met de minister van Financiën over gesproken. En met name ook wat kan de douane daar nog meer in betekenen. En hoe kunnen we beter en meer nog gaan samenwerken. Nou, er was recent natuurlijk ook nog een grote drugsvangst in Spanje. Die was afkomstig uit Suriname. Van zo'n 8000 kilo. Dan kunnen we ook kijken van hoe kunnen we met elkaar kijken hoe we dat voor de toekomst kunnen voorkomen. Dat is overigens niet iets wat wij alleen met Suriname doen en afspraken over maken, maar dat doen we met heel veel landen in Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld Brazilië, maar ook Ecuador, Panama en Costa Rica. De Vries vindt het verder belangrijk dat Suriname, Nederland en andere landen in de regio zich beter gaan voorbereiden om drugs te onderscheppen. Ze ziet in dit kader een verbetering van de informatieuitwisseling tussen de landen. En ik denk dat een ander belangrijk punt ook is van informatieuitwisseling. Belangrijk is dat wij zijn op zoek naar drugs die via Nederland en ook via Suriname naar Europa gaat. En het is belangrijk dat we daar genoeg informatie over hebben, inlichtingen kunnen uitwisselen. Zodat we ook veel gerichter kunnen zoeken naar de containers waar de drugs in zitten. Nou, we hebben eigenlijk al wel een douaneverdrag tussen Suriname en Nederland. En ik denk dat is een belangrijke basis. Maar het is goed om met elkaar nog een aantal nadere afspraken te maken over de informatieuitwisseling. Maar ook over de training van bijvoorbeeld het scannen. Ik denk dat we daar echt nog wel meer stappen kunnen zetten. En die intentie hebben we ook met elkaar uitgesproken. De staatssecretaris verduidelijkt dat heel veel gesprekken worden gevoerd over stappen die gezet kunnen worden om de informatieuitwisseling tussen de landen te verbeteren. Een ander aandachtspunt is dat gewerkt moet worden aan verdere scholing van de belanghebbende justitiële organisaties.